Gelderland viert de jaarwisseling uitbundig. Vuurwerkverbod of niet, om middernacht ging het op veel plaatsen toch nog los. Goedenavond. Minder druk op de zorg door het vuurwerkverbod. Dat was de bedoeling en bij veel ziekenhuizen bleek het ook zo te werken. Er zijn edities geweest waarbij er 4 of 5 patiënten toch zijn geweest met diverse letsels. Maar dit jaar is er geen 1 geweest vooralsnog. En een rustige jaarwisseling op de Arnhemse Geitenkamp. Tot grote opluchting van wijkbewoners en de gemeente. Ik kan alleen maar constateren dat de bewoners van op Geitenkamp zich goed hebben gedragen. Ja, het was een jaarwisseling die anders was dan andere jaren. Want er was een vuurwerkverbod en we mochten geen grote feesten houden en thuis maar een paar mensen ontvangen. Maar desondanks was het op veel plaatsen sfeervol. Er werd ook deze jaarwisseling, ondanks het vuurwerkverbod, op allerlei plaatsen vuurwerk afgestoken. Traditiegetrouw verzamelden zich op hoogte 80 in Arnhem mensen om naar het vuurwerk te kijken. Je ziet het misschien niet zo goed, maar ja, het is wel echt mooi. En ja, het is toch een beetje oud en nieuw. Het is wel minder dan vorige jaren. Al met al werd er toch flink wat afgestoken. Een stuk meer dan ik eigenlijk had verwacht. Ja, zeker nu met die corona en zo had ik eigenlijk verwacht dat er niet zo heel veel mensen op straat zouden zijn. Maar ja, er zijn er toch best wel wat mensen bij elkaar en overal om ons heen is het nog vuurwerk. Dus ja, ik ben eigenlijk wel tevreden het nieuwjaar gegaan tot nu toe. Ja, de meeste onrust was afgelopen nacht te vinden in het rivierengebied. De brandweer en de politie hadden daar de handen vol aan brandjes en rellende jongeren. Midden in de nacht ontstaan er opstootjes in Waardenburg tussen jongeren en de ME, maar ook hier in Hedel. Ze hebben een paardentrailer in de brand gestoken, die vol zat met autobranden en vuurwerk. Wij als brandweer hebben niks tegen vreugdevuurtjes, alleen dit was wel exorbitant. Alleen de manier waarop het gebeurde met het afsteken van het vuurwerk was zeker niet veilig. Ja, ik vind het schandalig. Meer kan ik niet wel zeggen. Ze gooiden naar de politiewagen en naar mensen die hier liepen. Dat vind ik ook niet normaal. Nou ja, daar vind ik dus nergens op lijken natuurlijk. Hè. Dat zijn hulpdiensten, die moeten met rust laten natuurlijk. Wij zijn ter plaatse gekomen onder bescherming van de politie. En er werd wel vuurwerk gegooid. Maar ik had niet echt de indruk dat die mensen zich op de brandweer hebben gericht. Bij een basisschool in Tiel sneuvelen de ruiten. En buurtbewoners vertellen dat er vuurwerk tegen de ruit is aangeplakt. Niet leuk dat schoolramen kapot zijn. Het was heel zwaar illegaal vuurwerk. De ramen trilden gewoon 4 uur 's nachts nog steeds. Dus dat, ja, ik snap niet dat ze daar niet meer op gecontroleerd hebben. Maar ja, ik snap de politie ook wel, ze hebben het heel druk gehad. Ja, je gaat geen dingen van andere mensen slopen, vinden wij. Dat is ook de reden dat wij 's ochtends altijd alles met z'n allen opruimen. Heeft hij vuurwerk afgestoken? Ja, zo te zien wel. Wat vindt u ervan? Riskeert nu een boete? Ja, maar het hele leven is een risico. Ja, toch nog wat afgestoken dus. Net als heel veel andere mensen die het niet konden laten. Maar toch vindt de Nijmeegse burgemeester Bruls, landelijk voorzitter van de veiligheidsregio's, dat het vuurwerkverbod zoveel heeft opgeleverd dat hij van een succes spreekt. De eerste tekenen van het vuurwerkverbod die smaken bij mij ernaar dat we dit blijven doorzetten. Wat Nijmegen betreft sowieso, maar ik zou zeggen kabinet nu echt voor het doorzetten voor het hele land het vuurwerkverbod, ook voor volgend jaar. En je ziet nu al dat een heleboel mensen zich gewoon keurig in de regels houden. Dus dankzij hen hebben we nu veel minder mensen die naar het ziekenhuis of de huisartsposten moesten. En dat was natuurlijk ons belangrijkste doel, om te zorgen dat we die zorg zoveel mogelijk konden ontlasten. Nou, het lijkt erop, zeg ik voorzichtig, dat dat gelukt is. En daarom zou ik nu zeggen, niet alleen in Nijmegen, maar zet dat vuurwerkverbod nu echt voor het hele land door. Ja, voor de jaarwisseling maakten de hulpdiensten zich misschien wel de meeste zorgen om de Arnhemse wijk De Geitenkamp. In aanloop na de jaarwisseling was het daar onrustig met jongeren die relden en illegaal vuurwerk afstaken. En dus was het de vraag hoe het vannacht zou lopen. Nou, dat viel mee. Nou, ik kan alleen maar constateren dat de bewoners van op Geitenkamp zich goed hebben gedragen. De afgelopen weken was dit het beeld in de wijk. Jongeren die zwaar vuurwerk afstaken en vernielingen aanrichten. En dit was het beeld van nacht. Lege straten.
op wat uitzonderingen na, maar over het algemeen is het daar ook goed gegaan. Net als op Geitenkamp werd in andere wijken in Arnhem vuurwerk afgestoken. Dat is jammer, want de oproep was toch doe het niet vanwege de zorg. En toch zijn er mensen die dat soort dingen doen. Dat vind ik wel teleurstellend en jammer. Ja, we hoorden hier net ook nog een aantal knallen. Wat denkt u dan als u dat hoort? Dat er dus blijkbaar helaas ook in Arnhem egoïsten zijn die niet verder denken of kijken dan dat moment van plezier van die knal. Terwijl de oproep is, doe het niet, probeer. Laten we proberen geen ongelukken te veroorzaken en de zorg te ontlasten. Maar goed, desondanks is het in Arnhem over het algemeen goed gegaan. En op dit moment staat hier een tevreden burgemeester. Ja, een rustige geitenkamp dus. Maar het ging niet overal goed in Arnhem. Zo beëindigde de politie vanmorgen een feest waarbij het publiek zich in een zeer gevaarlijke situatie bevond. Het illegale feest vond plaats in een voormalige bunker bij de Koningsweg. Er waren zeker 70 bezoekers. Toen de politie het feest beëindigde, werden de agenten bekogeld met stenen. Twee van de gewonde agenten moesten voor behandeling naar het ziekenhuis, zo meldt de gemeente Arnhem. Er werden 4 bezoekers aangehouden vanwege het plegen van openlijk geweld. Burgemeester Marcouch noemde in een reactie de daders tuig en gaf aan alles op alles te willen zetten om ze te vervolgen. Het is een bunker, hè? Eigenlijk bedoeld om voor opslag van diesel. Stond nu leeg, gesloten, is opengebroken. En 70 man op zo'n plek is veel te veel. En ze hebben daar waarschijnlijk apparatuur gehad om. Er is waarschijnlijk ook veel koolmonoxide aanwezig geweest, waardoor de brandweer concludeerde dat als het eventjes langer had geduurd, als de politie dat feest niet had gestopt, dan hadden we daar waarschijnlijk onder de feestgangers doden gehad. Ja, de toestroom van vuurwerkslachtoffers in Gelderse ziekenhuizen is beduidend minder dan voorgaande jaren. Dat blijkt na een rondgang van Omroep Gelderland. Zorgpersoneel ziet daarin een positief effect van het dit jaar geldende vuurwerkverbod. Door de vele coronapatiënten is het nog steeds heel druk in de ziekenhuizen. Maar de normale toestroom van vuurwerkslachtoffers bleef dit jaar uit. Ja, er zijn edities geweest waarbij er 4 of 5 patiënten toch zijn geweest met diverse letsels. Maar dit jaar is er geen één geweest vooralsnog. Vorig jaar meldden de Gelderse ziekenhuizen 30 vuurwerkslachtoffers. Afgelopen nacht waren dat er 10. De meeste in Arnhem en Nijmegen en 4 hier in ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. 2 volwassenen na karbiet schieten en 2 kinderen die gewond raakten nadat een flesje in een vuur werd gegooid. En tot groot verdriet van de kinderen werden daarbij ook 2 parkieten gedood. Ziekenhuispersoneel is blij dat veel minder vuurwerkslachtoffers tijd van artsen en verpleegkundigen opeisen. Ja, dan had het echt heel druk geweest en dat zouden we wel kunnen doen natuurlijk, kunnen opvangen. Maar liever heb je dat je wat meer de tijd hebt voor die hele zieke mensen. Door corona gaat er heel veel niet door en dat maakt mensen creatief. Nieuwjaarsduiken, die kun je bijvoorbeeld ook in je eigen achtertuin houden als je een zwembad hebt. In Garderen is vannacht het voormalige De Koepel dorpshuis verwoest door brand. De brand brak even na middernacht uit. De vlammen sloegen uit het dak en er kwam veel rook vrij bij de brand. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Na enkele uren was de brand onder controle. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En voor 1 persoon of een gezin is 2021 wel heel goed begonnen. De hoofdprijs van de oudejaarsloterij van de staatsloterij van 15 miljoen euro is gisteravond namelijk gevallen in Tiel. Dat meldt de staatsloterij op Twitter. Dit bedrag is belastingvrij. De hoofdprijs in de oudejaarsloterij was 30 miljoen euro, maar er waren 2 winnaars met een half lot. Behalve een miljonair in Tiel streek ook een speler in Zwolle 15 miljoen euro belastingvrij op. Er werden dit jaar ruim 7 miljoen oudejaarsloten verkocht. Zo'n 700.000 meer dan een jaar geleden. En in Barneveld werd het vuurwerk dit jaar vervangen door een spectaculaire lasershow. Om klokslag 12 uur was de lichtshow vanaf deze kerk een uur lang te zien. De stralen reikten tot wel 3 kilometer, waardoor de show tot voor alle 60.000 inwoners van Barneveld te zien was. Zo lukte het de organisatie om iedereen met elkaar te verbinden vanuit de achtertuin.
Ja, waar de meeste mensen rustig het nieuwe jaar beginnen, is het topdrukte voor de maaltijdbezorgers. Het populaire platform thuisbezorgd.nl verwacht alle records te breken. In Nijmegen zijn alle bezorgers opgetrommeld, want die kunnen er zeker op deze dag een lekker zakcentje mee verdienen. Ik heb dus een bestelling gehad bij de McDonald's. En nu moet ik dus aangeven dat ik de bestelling heb opgehaald. Dan kan ik het navigatiesysteem aanzetten. Er staat hier een bezorgdheid. En binnen rond die bezorgdheid moet je het wel bezorgd hebben. De ene na de andere bestelling brengen Stijn en zijn collega's vandaag weg. Het is topdrukte op Nieuwjaarsdag. Ja, eigenlijk is alles dicht natuurlijk. De supermarkten zijn dicht. Ik denk ook mede dat corona er iets mee te maken heeft. Dus ook je kan niet naar buiten, niet naar een kroeg, niet niks. Dus ik denk dat daarom het zo druk wordt. Het is dus alle hens aan dek. We hebben wel echt geprobeerd om iedereen te laten werken vandaag, ja. Een scholier als Stijn doet het maar wat graag. We verdienen al best wel lekker bij Thuisbezorgd. Beter dan in een supermarkt of zo. En nu verdienen we dus 200%. En als 16-jarige vandaag 12 euro per uur verdienen is wel, dat is wel lekker. In Rheden begint het nieuwe jaar traditioneel op het dak. En dus ook 2021. Net als in voorgaande jaren beklom de 70-jarige Bart Matser de ladder om met zijn dakpannen een nieuw cijfer te vormen. Al sinds 2000 is het een traditie. Bart Matser actualiseert jaarlijks op Nieuwjaarsdag het jaartal op zijn dak. En ook dit jaar gaat hij weer het dak op. Ja, het zal wel een beetje glad zijn, maar het is wel even rustig aan doen. Het is even een lastige start als blijkt dat de dakpannen een beetje vastgevroren zitten. Maar daarna gaat het heel snel. Er moet alleen een 0 in een 1 worden veranderd. Dus is het vooral rode dakpannen weghalen en vervangen door zwarte. Het is weer voor elkaar. We kunnen weer een jaartje tegen. En zo is 2021 in Rheden nu toch echt begonnen. Ik hoop dat we een beter jaar krijgen als wat we afgelopen jaar hebben gehad met al die ellende. De klus is geklaard. En in principe wil Bart Matser nog heel wat nieuwe jaartallen op zijn dak leggen. Nou gaat het gelukkig allemaal nog goed. Maar ja, er kan ook een kink in de kamer komen. Dus ik hoop het nog zo lang mogelijk toch te doen, hè. Ja, de eerste Gelderse baby van 2021 is Job van Beuningen uit Afferden. Hij werd vannacht geboren in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen. Ja, leuk om het jaar zo te beginnen. Dus dat is heel mooi. Zelf heeft Job natuurlijk niet in de gaten dat hij als eerstgeboren Gelderlander het nieuwe jaar binnenstapt. En bijna was die eer naar een ander gegaan. Het was nog even spannend of het gisteravond zou worden of vandaag. We dachten eigenlijk dat het nog wel oudjaarsdag zou worden, maar het duurde toch net iets langer. Dus. Woensdagavond waren de vliezen al gebroken. Ja, en dan moet je wachten op de weeën. En die kwamen al wel vrij snel en eerst thuis nog lang gezeten. Maar toch besloten daarna om naar het ziekenhuis te gaan. Het ging eigenlijk allemaal best wel goed, alleen het moest toch wat sneller op het einde. Dus toen werd het in één keer druk in de kamer. Maar nu Job er is, zitten de ouders op een roze of eigenlijk een blauwe wolk en genieten volop. 2020 kan niet meer stuk, hè? Nee, precies. Ja. Ja, het zijn ieder jaar bekende beelden op 1 januari. Mensen in badkleding die zich in het koude water storten voor de nieuwjaarsduik. Maar ja, vanwege de coronamaatregelen kan dat nu allemaal niet. Maar liefhebbers van de nieuwjaarstraditie die zijn creatief met het verzinnen van alternatieven. 1, 2, ah. In een regenton of in het zwembad in de achtertuin. Deze Gelderlanders wilden de traditionele nieuwjaarsduik niet zomaar aan zich voorbij laten gaan. Voor Koos is het Scheveningen-gevoel belangrijk. Dus hangen er voor de sfeer doeken van de duik uit eerdere jaren op zijn schutting. En gooit hij een blik ijskoud zout water over zijn hoofd. Ah, het is echt zout, jongens, dit. Dit komt uit Scheveningen. Superlekker. Normaal gesproken zou Heidi met haar gezin op skis van de hellingen afzuizen in een of ander Alpenland. Maar dat gaat dit jaar niet. Alhoewel de temperaturen in de achtertuin aardig dichtbij die van de wintersport komen. Zo'n lekker kopje warme ertsoep en dan krijgen we het wel weer warm. Gelukkig nieuwjaar!
Proost. Ja, krijgt u nog het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht trekken flink wat wolkenvelden over Gelderland. Op een lokale bui na blijft het droog. Soms klaart het op en tijdens opklaringen vriest het licht. Onder de bewolking ligt de temperatuur iets boven nul. Het wordt nevelig en plaatselijk ook mistig. Morgen dan bepalen wolken het weerbeeld. Slechts af en toe breekt de zon even door. Het blijft op de meeste plaatsen droog. En bij een zwak briesje uit het zuidwesten wordt het maximaal 3 of 4 graden. Dan kijken we nog even vooruit. Na morgen blijft het vrij koud. De noordoostenwind trekt wat aan en soms valt er wat regen. Een enkele vlok natte sneeuw op bijvoorbeeld de Veluwe is niet geheel uitgesloten. En tot zover het Gelders nieuws. Het is vandaag precies een jaar na de fatale flatbrand aan het Geldersplein in Arnhem. Op onze site leest u het hele verhaal nog eens terug. En dan vindt u ook een documentaire over het drama wat zich daar toen heeft afgespeeld. Ik wens u nog een fijne avond.